de eerste race, race nummer 1, eigen klasse 5 jaar. We zien daar drie rijders van Nieuwland, eentje van Amazone en eentje van Jan Lansje. Dat zijn Renzo van Kampen, Jurgen van der Haten, Nico Tollevoet, Nino van Alen en Leen van Bokstel. En ze zijn al bijna de tweede bocht aan, maar we gaan eens even kijken wie de koppositie hier heeft. Dat is nummer 414, Nino van Alen. En Nino wordt op de voet gevolgd door de 407 van Mick Tollevoet. Die kennen natuurlijk beide de baan uit hun duimpje. Dan zien we vervolgens op de derde plaats de rijder uit Amazone vandaan, Lille van Boksel. En die heeft hier op de hielen de rijder met startnummer 402, Jurgen van der Haten. Eens even kijken daarvoor. Het is nog spannend. Inmiddels is de koppositie overgenomen door Mick Tollevoet. En hij heeft hier de eerste match overwinning te pakken bij de jongens van 5 jaar. Oké, okay. Ja, hij moet iets zachter zijn dan. Ja, volgende rit is getrokken. Er zijn ook jongens van 6 jaar. De eerste groep van deze groep gaan zich straks bijvoegen aan de rijders van de rit hiervoor. En gaan dan samen in de finale uitmaken welke positionering ze vandaag gaan krijgen. Wie hebben we hier gestart? De 413 van Jari de Haas. Dan de 38 Quint Smit, Sander van Genen en Jari de Laat. Het is net 462. Sander van Genen. Sander van Genen hier op de eerste plaats. En op de voet gevolgd met 703 van Jari de Laat. En daarachter komt eerst met volgens mij 438 Quint Smit. Of is het Jari daarnaast? Nou, in ieder geval de ritoverwinning in race nummer 3. Wederom van Nederland. Gaat goed voor de clubcompetitie voor Sander van Genen. Race nummer 4, eigen klasse, 7 jaar. Ook deze jongens hebben een finale. Dus ze gaan de puntjes bij elkaar optellen. En de eerste 4 rijders gaan zich eigenlijk daarvoor kwalificeren. Wie zijn er gestart? Tim van Rechteren, Jamie O'Brien, Jamie Smits, Glenn van der Hurk, Sien van der Wetering en Yannick van der Paal. En uit de eerste bocht komen is het de 118 van Jamie O'Brien. Jamie O'Brien, die wordt op de voet gevolgd door Tim van Rechteren. En dan zien we 2 rijders van Nederland. En dat zijn de, even kijken. 469 zo te zien in de 413. Dus dat is als goed is Glenn van der Hurk en Sien van der Wetering. En de derde plaats is voor Glenn van der Hurk, maar de ritoverwinning in deze groep naar Jamie O'Brien. Jongens van 7 jaar met Danny van Zetten, Lars Zwanenberg. We gaan zo meteen als uit de bocht komen eens even kijken wie hier op plaats nummer 1 ligt. Dat is met de 433 Kevin Bollevoet. Dan daarachter met 459 Steven Hellevoort. En dan de rijder uit Amazone vandaan, Tijmen van Holland. De Tijmen heeft in zijn achterwiel de rijder uit Tiel vandaan, Danny van Zetten. Die zitten nog aardig bij elkaar, maar de rit. Nummer 6, eigen klasse, 8 jaar. Hebben veel rijders vandaag aan de start, zelfs een halve finale. Dus die jongens mogen nog wel een paar rondjes trappen om zich eigen te kwalificeren uiteindelijk voor die allerbeslissende finale. Wie is er gestart? Stijn Peil, Jochem van Alenbeek, Mike Rink, Wessel van Holland, Tom van Atten en Antoine Blankes. En de laatste nummer zit hier voorop. Antoine Blankes, die wordt met 158 in zijn kielzok, dat is Mike Drent. Mike Drent, dan zien we weer de rijder uit Amazone vandaan met 712 Wessel van Holland. Dan de rijder uit Berlijn-Kuil. Dan zien we de 749, maar die krijgen we. Zo. Volgende rit, ook weer jongens van 8 jaar eigen klasse. Pieter de Vaal, Felix Otten, Max van Linten, Koen de Wit, Lars van Keulen en Kas van Rangelrooy. En de 468, Max van Linten. Max van Linten hier op de eerste plaats. Dan zien we de 2 rijders uit Kelderwalsen, Felix Otten en Pieter de Vaal op 2 en 3. Dan zien we een klein gaatje. En een 4 is belangrijk, want het gaat mee naar de halve finale. De 730 van Kas van Rangelrooy. En dat lijkt ook de uitslag te worden in deze rit bij de jongens van 8 jaar. Ja, volgende groep vertrokken ook jongens van 8 jaar. Ook hier, de eerste 4 gaan weer door naar de finale. Gestart zijn Rick van der A, Levi van Hofte, Tim van Doorn, Bart Schuurmans, Don van Boksel en Gijs Vogels.
En voor de rijder natuurgenaam Levi van Hofte. Levi van Hofte hier op de eerste plaats. Dan zien we met 39 Rick van Haar. Op een klein stukje achterstand dan zien we de 3.26 van Pim van Doorn. En die krijgt dan aan de buitenkant een aanval van Bart Schuurmans. Bart Schuurmans. Dan zien we een klein gaatje naar nummers 5 en 6. En die zullen toch een plekje naar voren moeten. Want alleen de eerste vier gaan door. Maar de ritoverwinning voor Levi van Hofte. Volgende rit is gestart, rit nummer 9, eigen klasse van 9 jaar. We hebben hier twee groepjes. Twee groepjes houdt in dat ze zometeen doorgaan naar de finale. Dus je moet zorgen dat je bij de eerste vier gaat komen. En dan mag je nog een extra ritje mee in die finale. Wie zien we er op? De 408, de 408 van... Ik heb het er niet bij. 409 wel, dus ik denk dat het Roy van Doorn is. Roy van Doorn die zal op de kop rijden. Dan zien we de 447, daar vlak 487 van Henry Jansen. En die krijgen aan de buitenkant de aanval van de rijder uit Kelderbossen van Bob Smits. En die maken er een verbeterde strijd van. Dat zien we ook op 4 en 5. Maar de ritoverwinning voor Roy van Doorn. Ja, race nummer 10, eigen klasse van 9 jaar. Connie Hooghakker, ik zag hem al een goede start hebben, pak gelijk de koppositie. Die is gestart samen met Bjorn Tartor, Stan Bosman, Lars van der Haven en Jasper Kaasjager. Connie Hooghakker weet de eerste twee bochten goed door te komen en heeft al een paar metertjes voorsprong. Op de rijder 736, Jasper Kaasjager. Jasper Kaasjager wordt weer vervolgd door Stan Bosman, maar die krijgt links en rechts slaven over van de rijder uit Nuland vandaan. Allebei uit Nuland overigens. Dat zijn Bjorn Tartor en Lars van der Haten. Maar de ritoverwinning hier voor FC Gelderlandsen door Conny Hooghakker. Ja, volgende rit vertrokken, eigen klasse van 12 jaar. Hier hebben we ook een finale. Finale, wie zijn er gestart? Marnix van Alenbeek, Kevin van Tartor, Kevin Slobboom, Henry van der Beent en Niels Verstappen. En de tweede bocht, hoognemend komt hij uit. De rijder uit Tiel vandaan, Kevin Slobboom. Dan op 2 en 3 zien we twee rijders vlak bij elkaar zitten. Kevin van Tartel en de andere rijder komt uit Amazone vandaan. Dus dat moet zijn Henry van der Beent of Niels Verstappen. Maar het is de 757 van Niels Verstappen. Die zit niet dicht bij elkaar. En Kevin kijkt even links en rechts om zich heen. Moet hij niet doen, want anders gaat het niet goed. Nee, hij weet wel gewoon zijn tweede plek vasthouden. Op 2 is het dus Kevin van Tartel. Bij de eigen klasse van 12 jaar. 12 jaar, we hebben vier deelnemers. Sylvano de Bie, Jamie Verzette, Tom Dekker en Erik Bovers. En we zien de twee jongens uit Tiel vandaan, Jamie Verzette en Tom Dekker op kop. Maar de eerste plaats voorlopig in handen van Tom Dekker. Dan zien we Jamie Verzette op 2. Dan zien we op 3 de 7.33 van Erik Bovers. En Sylvano de Bie moet voorlopig nog even op die vierde plek. Er zal nog een plekje door moeten schuiven. Gaat nu de aanval inzetten aan de binnenkant. Oh, hij kwam net een trappeltje tekort. Anders had hij door kunnen steken van 4 naar 3. Nu lijkt de derde plaats toch wel zeker te zijn van Erik Bogus. En op 1 en 2 is het ook nog een close finish. En de jury zal uiteindelijk bepalen wat de uitslag gaat worden. Volgende rit bij de meisjes van 11 en 12 jaar. Ze zijn met z'n vieren vandaag. Hebben dus geen finale. Moeten alleen maar mandjes rijden. En gaan we zijn drie onderlinge ritten uitmaken. Wie op het bovenste treetje van het podium mag staan. Wie gaat het worden? We zien hier heel vlak bij elkaar. Op 1 en 2, de 7.53 van Anja Jacobs. En aan de binnenkant zagen we de rijder 4.65 van Lieke Maas. Die zitten op 1 en 2. Op 3 is lijkt een zekere plek te zijn voor Femke van der Heuvel. En de ritoverwinning hier voor Amazone, Anja Jacobs.